Ik ben Louise Schoon en ik ben kunstenaar. En ik maak werken waar heel veel kleur in zit, of heel veel kleur, maar in ieder geval met kleur. Nou, hier kom je in mijn atelier. Welkom. En hier maak ik alles. Ik heb je ziet, ik heb niet direct licht in mijn atelier. Maar dat is eigenlijk heel prettig, want dan word ik niet afgeleid. Ja, dat vind ik heel fijn kleur, omdat kleur is een energie. En kleur zet mij in ieder geval in beweging. Kleur kan je stemming beïnvloeden. Dus eigenlijk kleur werkt op je welzijn. Eigenlijk kan je me niet in één stijl vastplakken. Mijn stijl is abstract, maar het kan ook expressionistisch zijn en figuratief. Ik begon eigenlijk met portretten, omdat van kinds af aan waren mensen, interesseerden mij heel erg, vooral vrouwen. Dus ik heb heel veel vrouwenportretten gemaakt. Zijn een van je eerste werken? Wanneer ben je daarmee begonnen? Dan praat je wel, denk ik, zoals deze is 2010 hierachter. Ik weet niet wanneer deze is, maar even kijken hoor. Zoals deze is wel 2010. Kan je hem zien? Dat. Dus dan praat je wel over die tijd, zeg maar. Ongeveer. Dat ik die maakte en daarvoor schilderde ik wel. En eigenlijk was de wens steeds sterker om abstract te gaan schilderen. En wat ik ervaar bij abstract is dat het je heel veel vrijheid geeft. En eigenlijk is het zo dat vrijheid heb je pas als je een bepaald kader hebt. Dat is een beetje raar misschien, maar als er helemaal geen grenzen zijn, dan heb je eigenlijk ook geen vrijheid om te werken. Er moet een bepaald kader zijn, voor mij in ieder geval. Dus ik geef mezelf een bepaalde opdracht. Dit is de maat, of ik werk alleen met die kleuren, of dat. En dan ga ik aan de slag. En mijn ezel staat hier nu. Meestal staat hij of hier of zo. En als ik wil zien hoe ik gewerkt heb, dan loop ik altijd even hier naartoe om afstand te nemen. En dan kan ik kijken, jee, wat vind ik er eigenlijk van? En ik zie hier heel veel verschillende soorten schilderijen, heel strak of zoals die echt totaal niet. Nee. Nou ja, dat is. Eigenlijk voel ik mijn gevoel. He, zoals ik net al vertelde, dat is erg belangrijk voor mij. En dan kan ik alleen op die manier In werken. sommige werken, zoals in deze, zie je nog wel echt herkenbare figuren en andere totaal niet. Is dat Nee. dan ook gevoel dat je. Nou ja, dit is een serie waar ik aan werk. Die is geïnspireerd op mijn kindertekeningen. Die serie heet Childhood. En ja, soms heb je dus wel, zoals daar gaat het over bloemen, een ode voor de bloemen. Dan zie je dus duidelijk wel, vind ik, het is wel abstract natuurlijk, maar het is duidelijk wel, zie je dat het een bloemenserie is. En hoe lang ben je dan bezig met kunstwerken zoals ik hier zie? Want er zijn een aantal die zijn wat kleiner, Ja. maar hangen ook hele grote werken. Nou, soms maakt dat niet uit of je een klein of een groot werk hebt. Hè? En dat kan zijn, ik heb ook wel schilderijen hangen waar ik jaren over gedaan heb, omdat ik het wegzetten en niet wist wat ik er eigenlijk mee moest. Maar meestal moet ik zeggen dat je toch wel. Ja, hoe lang gemiddeld is heel moeilijk te zeggen. Maar er gaan toch wel behoorlijk wat uurtjes in een schilderij zitten. Ook al is het klein, ook al is het groter. Hier heb ik wat langer naar gekeken, want ik had eerst deze vlakjes niet. En toen was het een heel donker schilderij eigenlijk. En toen dacht ik, ah, wat heeft het nodig? Wat heeft het nodig? Wat heeft het nodig? En toen dacht ik, het heeft licht nodig. En daardoor heb ik toen die kleine vlakjes toegevoegd. Maar dat was echt heel veel werk. Want ja, dat is 2 bij 2 centimeter. En dan moet je echt vaak achteruit stappen om te kijken. Welke kleur is hier nodig? Welke kleur is hier nodig? Dus dat kostte even tijd, moet ik zeggen. Dat kostte even tijd. Maar hier is een werk bijvoorbeeld. Dat schilderij. Dat heet Memories. En ik had eigenlijk die opzet voor dat schilderij al in 2010 gemaakt. Dus ik had die opzet gemaakt. Maar ik wist totaal niet wat ik ermee wilde. Wil ik dit nou gelijkend maken? Dus ik heb het heel lang laten staan. En eigenlijk pas ja, in 2020 wist ik opeens wat ik ermee wilde. En is het
zo geworden. Is dat idee, dit schilderij heeft 10 jaar in je hoofd gezeten? Ja, nou ja, het stond ergens en dan dacht ik steeds van, oh ja, wat wil ik daarmee? Ik weet het nog niet. Ga ik het nu gelijk het maken? En dan had ik het wel weer eens op de ezel gezet, maar dan dacht ik, nee, dat wil ik toch niet? Dus dan ging ik het weer afzetten. Wat wil ik er nou eigenlijk mee? Dus uiteindelijk, nou ja, is dat het geworden.